We staan hier met Derek Boswijk, CDA, Tweede Kamerlid en landbouwwoordvoerder namens die partij. Hij stond vandaag op het podium bij het boerenprotest van Agractie. Derek, hoe kijk je daar zelf kort op terug? Nou, ik was echt super blij om er even te zijn. Ik heb daar echt de emotie gevoeld en ook wel een deel wanhoop. En dat heb ik ook de afgelopen 3 maanden gezien bij al mijn bezoeken in het land ook. En dat is des te meer een pleidooi en een oproep aan ons als politiek om nu leiderschap te tonen. En om nu niet met makkelijke one-liners te komen, maar met een visie. Wat een boer weet, de aankomende 10 en 20 jaar heb ik nog een rol en een belangrijke taak in onze samenleving. En heb ik ook gewoon bestaansrecht. En daar draait het uiteindelijk om. En ik vond dat mooi om te zien. En een extra bevestiging dat het echt nood aan de man is. Die visie die u heeft gepresenteerd, die deed een hoop stof opwaaien in de sector. En dat heeft u net denk ik ook wel gemerkt, hè? Ja, klopt. En ik heb er ook expres voor gekozen om die visie voor de boerenprotesten naar buiten te brengen. Omdat ik het echt heel belangrijk vind dat ik daar ook als volksvertegenwoordiger verantwoording over afleg. En ik vind het ook goed dat heel veel mensen die visie hebben gelezen. Maar ik merk ook dat sommige mensen alleen nog maar de krantenkoppen lezen en daar hele conclusies uit trekken. Dus als ik eenmaal met mensen echt in gesprek kom, dat heb ik vanmiddag ook gedaan, ook in het publiek. Ja, dan komen de mensen eigenlijk wel tot de conclusie dat onze visie eigenlijk helemaal niet zo gek is. Maar dat moeten mensen ook vooral zelf beoordelen. Maar ik merkte wel dat het, als mensen er langer over doorpraten, dat dit wel echt perspectief gaat bieden. Laten we het beestje even bij de naam noemen. Die krantenkoppen zeggen inkrimping van de veestapel. Maar dat is dus niet aan de orde? Ja, ik vind eigenlijk alle discussies over de omvang, groei of krimp of halvering van de veestapel, dat doet geen recht aan de opgaves die we op dit moment hebben. Ik ben de afgelopen 90 dagen bij meer dan 100 boeren geweest. En er is echt geen enkele boer geweest die tegen mij heeft gezegd, ik wil per se dat Nederland de tweede landbouwexporteur ter wereld is. Ik heb alleen gehoord boeren die zeggen, geef me alsjeblieft een goede boterham. Geef mij het begrip en het vertrouwen vanuit de samenleving. En geef mij ook de kans dat mijn kinderen het bedrijf over kunnen nemen. En dat zijn eigenlijk 3 dingen. Dat als we helemaal niks doen, dat gewoon niet gaat gebeuren. En dat dan over 10 tot 15 jaar de helft van de boeren weg is. Dus dan kunnen we met makkelijke one-liners komen, spelen op de emotie. Maar uiteindelijk gaat dat de mensen niet helpen. En daarom kom ik met die visie. Oké, duidelijk. Nu weet je ook meteen wat dat losmaakt onder de boeren. Er stond één boer die stond voor te schreeuwen eigenlijk. En die riep een aantal dingen naar jou. Hij riep onder meer dat de melkprijs 30 jaar hetzelfde is gebleven. Ik weet niet of u dat mee heeft gekregen. U bent bij de boeren geweest. U weet dat dat probleem speelt. Hoe kunnen zij dan naar dat betere verdienmodel toe? Ik heb in onze visie ook staan dat wij vinden dat de primaire sector, dus de boer, een veel steviger rol moet gaan krijgen in de keten. Nu zien we dat de winsten van bijvoorbeeld supermarkten nog nooit zo hoog zijn geweest. En heel veel boeren, bijna 80% van de melkveehouders rode cijfers schrijft. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus dat moet veranderen. En dat is niet alleen de enige oplossing, want de realiteit is ook dat wij niet heel veel invloed hebben voor de producten die wij buiten Nederland exporteren. En naar die boeren moet je gaan kijken. Hoe kan je hun verdienmodel verbreden? Dus dat zij meer maatschappelijke taken gaan krijgen in het gebied van bijvoorbeeld het beheer van ons landschap. Maar ook een hele andere belangrijke taak, waar boeren echt klaar mee zijn, is dat we elke 2 jaar weer met nieuw beleid komen. En nog hogere eisen, nog hogere kosten. En daarom zeggen we, bundel alle grote opgaven die zijn. Daar lopen wij als CDA niet voor weg, want die zijn er gewoon op het gebied van klimaat en natuur. Koppel die dan en zorg dat we in ieder geval de aankomende 20 jaar niet weer met nieuwe beleid komen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat er gewoon zekerheid is en ook gewoon duidelijke afspraken komen voor het verdienmodel. Bent u geschrokken van bepaalde reacties? U mocht bijvoorbeeld niet mee op de trekker vandaag, u werd afgebeld. Ja, dat soort kleine dingen, dat kwamen door die landbouwvisie. Ja, ik vond dat inderdaad, in dit geval waren het ook boeren die ik kende, dus dat is, tuurlijk is dat vervelend. En ik ben niet van beton, dus dat doet mij inderdaad wat. En tegelijkertijd snap ik waar de wanhoop en de frustratie vandaan komt. En de wantrouwen richting de politiek ook, en misschien ook wel het wantrouwen richting het CDA. Dus alle begrip daarvoor, ook al het begrip voor de mensen die mij misschien vanmiddag hebben uitgejouwd. En tegelijkertijd sta ik echt voor hun belang.
En is het juist ook in hun belang om ze niet altijd naar de mond te laten te praten en met one-liners te komen, maar ook gewoon met ambities en met visies. En dat kan soms schuren en dat kan soms pijn doen, maar het is nu gewoon nodig. De geschiedenis zal het uitwijzen, maar ik denk dat het echt deze kant op moet gaan. Duidelijk, bedankt voor uw verhaal.